Goedemiddag. Dit is Pater Huizigens, Catechismus voor Volwassenen. We komen tot les 5. Vandaag wil ik even ingaan op vragen die zijn gerezen naar aanleiding van mijn vorige beide video's. De ene over de lijkwade als vaste grond om te geloven en de andere over een vraag met betrekking tot schepping, creationisme. Het gaat over mijn voordracht die ik hield, mijn video over het bestaan van God en hoe men die uit de schepping of uit de natuur kan kennen. Ik ga eerst in op het thema lijkwade. Er zijn twee vragen die eigenlijk zijn gerezen. De ene is een klassieke en de andere is voor mij een nogal verrassende geweest. Met die laatste begin ik. Er werd mij het volgende gezegd. In Calvinistisch-protestantse kringen kan men niet met de lijkwade aankomen. Ik vroeg, waarom dan niet? Wel, het antwoord was voor mij een beetje verrassend. Het idee dat een archeologische of criminologische bron iets kan bijdragen tot het geloof, is in die kringen totaal vreemd. De lijkwade. Waarom zou de lijkwade niet totaal, waarom zou de lijkwade totaal vreemd moeten zijn voor een gelovige? Waarom zo'n archeologische of criminologische bron ons niet tot het geloof kunnen helpen? Wij mensen houden van zoeken, vinden, het mysterie. Waarom hebben crimies, misdaadromans, alle Agatha Christie of iets anders, waarom boeien zij ons? Omdat achter, omdat in ons ergens een nieuwsgierigheid zit. Die nieuwsgierigheid kan gezond of ongezond zijn, maar ze zit in ons. En zo ook met de lijkwade van Turijn. De lijkwade van Turijn is eigenlijk ook een bron van een doding. Het zijn sporen van iemand die gedood werd en op wrede wijze. En dat zich daarop dan de criminologie stort om te onderzoeken wie is het, wat is met hem gebeurd, wat zijn de daders, in welke tijd is het gebeurd, is toch een ding wat ons mensen niet vreemd hoeft te zijn. Ik zei criminologie. Dat moest eerst ingaan op de lijkwade zelf. Wat is de lijkwade? Het is, wat blijkt, het is een negatieve fotografie van een man die gekruisigd is en vooraf gegezeld en met doornen gekroond. Op deze afbeelding, ik ga op het negatief deel, wat niet zichtbaar is alleen bij een foto, dat is het hoofd van de gekruisigde, de armen. Hier ziet u de wonden in de handen, de benen, en hier zit de rugzijde. Dus het doek is ook in twee gedeeld, met een voor- en rugzijde. In het jaar 1973 stort zich op de lijkwade een criminoloog uit Zwitserland. Zijn naam is Max Frey-Sulzer. Max Frey-Sulzer is een politieagent, iemand die moordzaken onderzoekt. Max Frey-Sulzer is op zoek gegaan naar de lijkwade. Wat kan ik aan sporen vinden? En hij is de man die in 1973 de lijkwade onder de microscoop legde. En al kon vaststellen, hier zitten dingen in die men in vroegere tijden niet kon zien. Met name pollen. Pollen van planten zitten in de lijkwade, wat heel logisch is. Pollen zijn alleszins dingen waarvan men vroeger nog niks wist. De rode plekken op wat u nu ziet, zijn de plekken waar zelfs meer dan pollen hele plantendelen werden gevonden. En wat doet Max Frey-Sulzer? Max Frey-Sulzer gaat daarmee naar biologen
Die kijken in hun voorraadbestand van botanisch materiaal en kijken welke dingen overeenstemmen. En wat ontdekken ze? Dat er planten in voortkomen, stukken planten, die alleen maar in de streek van Jeruzalem en Hebron bloeien in de tijd van maart, april. Dit soort dingen had men niet geweten, was het de criminologie niet geweest. Maar hoe is de lijkwade eerst in de publiciteit gekomen? Het was in 1897. Kent u deze man nog? Dat is de man die voor het eerst de lijkwade gefotografeerd heeft. Secondo Pia uit Turijn, waar de lijkwade wordt bewaard. Secondo Pia ontdekte bij zijn fotografie dat de lijkwade tenslotte niks anders is dan een negatief fotografie van een positief van een persoon. Ik ga nog eens terug naar het origineel. Wat u dus onderaan ziet is de fotografie, bovenaan is het origineel. Maar het bovenste blijkt een fotografie te zijn, eeuwen voor de fotografie werd ontdekt. Dit ding alleen is spectaculair. De lijkwade die hier tevoorschijn wordt gehaald, heb ik zelf ook aangevoerd als vaste grond. Omdat als men zijn leven inricht naar een bepaald doel, dit ook op een vaste grond hoort te rusten. De brief aan de Hebreeën noemt het: het geloof is een vaste grond voor wat wij hopen, voor de toekomstige dingen. Bedoeld is het eeuwige leven. Men kan ook het geloof kennen door de openbaring. En zeggen van oké, ik heb alleen maar de openbaring nodig, dat is prima. Je kan ook alleen maar de openbaring nemen. Maar de openbaring kan ondersteund worden, of de weg erheen kan geplaveid worden door historische bronnen, door wetenschappelijke bronnen, archeologische, criminologische, en de lijkwade is een zeer sterk stuk. Een van mijn gelovigen in Leiden, waar ik priester ben, die zei tegen mij: wat leven wij toch in een geprivilegeerde tijd. Al die dingen, zoals dit van de lijkwade wat ik u vertel, die waren in vorige generaties nog ongrijpbaar. Voor de 19e eeuw geen fotografie. Voor de 20e eeuw zou men niet, zoals Max Fayazulza, die pollen hebben gevonden. En nog beter dan dat, deze archeologische criminologische bron laat door wat men erin vindt, het geloof waarvoor de vaste grond moet dienen, waarschijnlijker zijn. Het is een weg naar het geloof. Hier toon ik nog eens de lijkwade. Links ziet u het gezicht van de gekruisigde die erop te zien is. Rechts het origineel op de lijkwade. Het rechter is dus wat u ziet als u de lijkwade bekijkt. Het linker is wanneer u er een foto van maakt in negatief. En daardoor ziet men dus dat de lijkwade een negatief foto is. Eeuwen voor de mens de fotografie ontdekte. Een foto, een negatief fotografie, niet op een gevoelige plaat of in pixels, maar op een linnendoek. De lijkwade is een middel om niet alleen tot het geloof te voeren, een vaste grond, maar ook om het te verdiepen. De persoon die op de lijkwade te zien heeft, heeft geleden en zwaar geleden. En zo kunnen wij aan de hand van de lijkwade beter waarderen wat Jezus voor ons doorstaan heeft. Het is een steun voor de openbaring, een steun voor wat wij weten uit de Heilige Schrift, een steun om tot dat te komen, wat wij het christelijk geloof noemen, het katholiek geloof, en uiteindelijk het doel van de mens. Dat wat Jezus belooft, het eeuwige leven, het eeuwige geluk. Er is nog een tweede vraag gekomen. Een vraag ook over de lijkwade. Het is de klassieke vraag, en die luidt als volgt.
Heeft niet de koolstof 14 test? Carbon radio 14 test. Bewezen dat de lijkwade een vervalsing is uit de middeleeuwen. Om die vraag te beantwoorden gaan we eerst terug naar het jaar 1978. Het jaar 1978 was de tijd van het eerste chemisch-fotografisch grondig onderzoek van de lijkwade. Dat onderzoek werd gevoerd door verschillende instanties, onder andere de NASA, verschillende personen, ook wetenschappers uit verschillende vakgebieden, fotografen, chemici, biologen. En ze hadden samen een team gevormd en dat heet het STIRP-team. Dat STIRP is een acroniem, een afkorting van Shroud of Turin Research Project. Shroud of Turin Research Project. In het Nederlands Lijkwade van Turijn onderzoeksproject. En die mensen zijn tot interessante ontdekkingen gekomen die doen waarschijnlijk maken, tot bijna zeker, dat dit wel degelijk het doek van Jezus moet zijn. Twee van de deelnemers aan het STIRP-team, de een Jood, dat is Barry Schwartz, en de andere een niet zo gelovige warmtechemicus, zijn door het onderzoek dichter bij het geloof gekomen. Dat de waarheid is, over dat de evangelie de waarheid spreken over wat met Jezus gebeurd is. Het STIRP-team nu, wat u hier in beeld ziet, heeft ervoor gezorgd dat na alle onderzoekingen de lijkwade een heet bediscussieerd onderwerp werd. Waarschijnlijk geen enkel voorwerp op deze wereld is zo grondig onderzocht. En vermits het gaat om geloof of ongeloof, christendom of geen christendom, je leven ernaar aanpassen of niet, de keuzes die je gemaakt hebt, waren die goed of niet, zorgt dat voor hoge golven aan emotie, ook in de wetenschapskringen. Voor de ene mag het niet waar zijn, voor de andere moet het waar zijn. In ieder geval zorgt die heen en weer discussie ervoor dat op de duur er een team wordt samengesteld om te dateren hoe oud de lijkwade is. Het team gaat gebruiken de zogenoemde koolstof 14 methode. Koolstof 14 betekent, men gaat kijken hoe sterk de aanwezigheid van koolstof in het doek is. Dat bouwt namelijk met een nogal regelmatige tempo af, zodat men ongeveer kan inschatten hoe oud het doek is. Hier ziet u Michael Tate, hoofd wetenschappelijk directeur van het British Museum in het jaar 1988. Hij had de leiding over dit onderzoek. Hij liet uit de lijkwade een stuk snijden, onder toezicht van een monsignore, en dan dit stuk nog eens in drie delen en opsturen naar drie verschillende laboratoria. Eén in Oxford zelf, één in Zurich in Zwitserland en één in Tucson, Arizona, Verenigde Staten. Het monster werd ontnomen. Het stuk werd eruit geknipt dus in april 1988. En op 13 oktober 1988 stelt Michael Tate, die u hier ziet, het resultaat voor. Dat ziet u hier. U ziet de drie wetenschappers, de rechts is Tite. Op de achtergrond ziet u wat hun resultaat was. Het doek komt uit het tijdperk 1260-1390. Met andere woorden, als dat waar is, dan is het doek niet dat waarin Jezus' lichaam was gewikkeld bij zijn begrafenis en verrijzenis. Komt het niet uit het jaar 30 of het jaar 33? En is het dus, aan de jaartallen die u in de achtergrond ziet, een vervalsing uit de middeleeuwen? Voor allen die het onderzoek van het STIRP-team zeer hadden gevolgd, was dit een klap, een domper. En het werd een tijdje stil rond het doek, rond de lijkwade.
De discussie leek afgesloten, maar dat duurde maar even. 1997 is er een tentoonstelling van het doek en voordien ontstaat een brand op die plek waar het doek wordt tentoongesteld. De beelden gingen de wereld rond van de dappere brandweerman, Tramatore, die met laatste kracht uit de glazen sarcofaag het doek kan uithalen en redden voor de brand. Hoe die brand is ontstaan is tot nu toe onbekend. Maar wat ons meer interesseert is het jaar 2000. Omdat dat over de datering van het doek gaat. Is het een middeleeuwse vervalsing of niet? Uit welke tijd dateert het doek? Op dat ogenblik publiceren twee mensen, Joseph Marino en Sue Benford, ik toon Sue Benford, dat is ze, een studie waarin zij vaststellen, we hebben met röntgenstraalanalyse het doek nog eens doorlicht en zijn tot de vaststelling gekomen dat over het doek heen een naad loopt. Een naad die met het blote oog niet zichtbaar is, want die naad heeft dezelfde kleur als de omgeving, maar blijkt geen linnen te zijn, maar blijkt uit een andere stof, namelijk katoen, te zijn. Die naad die loopt diagonaal over het doek. En die naad gaat ook verder in het deel waar het lichaamsbeeld niet op staat. Joseph Marina en Sue Benford zeggen, het is nu toevallig uit dit deel dat het monster, dat het stuk werd genomen waar de datering uit werd bepaald. Onmiddellijk, wanneer Sue Benford en Joseph Marino deze studie publiceren, gaat de discussie herbeginnen. U beweert dus dat de onderzoekers van 1988 een stuk hebben uitgesneden wat niet uit dezelfde tijd is als het origineel, als dat waarop het lichaam van de gekruisigde staat afgebeeld. Een van de vooraanstaande mannen van het stuipteam gaat onmiddellijk de pen grijpen en reageren. Zijn naam Raymond N. Rogers, Amerikaans chemicus gespecialiseerd in warmteanalyse en zoals gezegd vooraanstaand lid van het oorspronkelijke stuipteam. Hij reageert met de woorden belachelijk. Die twee, Sue Benford en Joseph Marino, zijn geen vakmensen. En dus gaat Raymond Rogers, Ray Rogers, het doek zelf letterlijk nog eens onder de loep nemen. Hij gaat het nog eens onder de microscoop houden en zelf onderzoeken. Chemicus Rogers onderzoekt het doek en hij schrikt. Die twee, Joseph Marine en Sue Benford, hebben toch gelijk. Onzichtbaar voor het blote oog is er in het linnen doek een katoenen stuk genaaid. Maar dat is in de kleur van het omgevende linnen geverfd. Waarschijnlijk een latere reparatie na schade aan het doek. En deze is onderzocht, accuraat onderzocht, en komt inderdaad uit de middeleeuwen. Het blijkt dus dat de laboratoria in Zurich, in Oxford en in Tucson het verkeerde stuk hebben onderzocht. Ik lees u voor het Engelse origineel wat Ray Rogers publiceerde, en ik vertaal het dan het Engelse. The essential conclusion is that the radiocarbon datings were accurate, but because of the samples were from the cloth that was not part of the original shroud, they are irrelevant to the age of the image area. Ik vertaal het even. De essentiële conclusie van de koolstof 14 datering was wel degelijk accuraat en juist, maar omdat het monster ontnomen is uit een stuk stof wat geen deel was van de originele lijkwade, is dit onderzoek irrelevant, zonder betekenis, met betrekking tot de ouderdom van de afbeelding op het doek.
De dateringsmethode was dus wel degelijk goed, maar het monster wat genomen werd om het onderzoek te voeren, komt uit een totaal niet ter zake doend deel van de lijkwade, namelijk uit een stuk stof dat uit een andere tijd komt dan dat deel waarop het beeld van de gekruisigde zich bevindt. Dat is toch wel een sterk stuk. In dit geval, naar wat Ray Rogers heeft ontdekt, als men de lijkwade wil dateren, dan moet men zijn huiswerk herbeginnen. Maar terwijl Ray Rogers de lijkwade onderzoekt, om te kijken of die genoemde twee publicisten, Joseph Marine en Sue Benford, gelijk hebben, ontdekt hij zelf nog iets anders. Hij zelf, chemicus, onderzoekt het doek ook op een andere methode om te dateren, namelijk de vanilline-methode. Zit er nog vanilline in de linnenstof? En hij gaat beide stukken onderzoeken. Ik bedoel daarmee het stuk doek waaruit het monster werd ontnomen, wat eigenlijk katoen is, en het originele stuk lijkwade. En hij ontdekt het volgende. In het katoenen stuk zit nog 37% vanilline. In het originele stuk lijkwade slechts 0. Hij besluit dat laat een nieuwe datering toe. En die datering kunnen we doorvoeren door te vergelijken met andere oudere stoffen. En hij neemt onder andere het linnen doek waarin de rollen van Qumran, waar we het vroeger over hadden, gewikkeld waren. En hij stelt vast, die komen ongeveer uit dezelfde tijd. Het doek moet aan de hand van het verdwenen van vanilline tussen de 1300 en de 3000 jaar oud zijn. In dat geval komt het doek wel degelijk uit de tijd van Jezus. In dat geval is het doek een sterke bron, een vaste grond om te zien dat wat de evangelies vertellen ook waar is. Maar aangenomen dat dit niet het essentiële is, ik toon u nu een ander lid van het stuipteam, het oorspronkelijke stuipteam. Deze man heet Barry Schwartz. Schwartz met een O. Hij is een Amerikaanse Jood, was oorspronkelijk niet geïnteresseerd in de lijkwade, maar werd in het stuipteam opgenomen door Ray Rogers, omdat hij een goede fotograaf was. Door zijn werk is hij overtuigd geworden van het origineel, van de werkelijkheid, dat dit het doek moet geweest zijn, waarin Jezus zijn lichaam werd gelegd, na zijn kruisdood. En, dat is wat we er ook uit afleiden, ik weet niet of Barry Schwartz dat zegt, bij zijn verrijzenis. Waar komt het lichaamsbeeld anders vandaan? In ieder geval ook wanneer men dit zou ontkennen en aannemen dat er een middeleeuwse vervalser is. Nemen wij aan dat er een middeleeuwse vervalser is. Dan moet die man dingen gekund hebben die we vandaag nog niet kunnen. Het eerste wat die man zou moeten kunnen doen is op een linnendoek een negatief fotografie produceren. Niet op een gevoelige plaat, niet op pixels, maar op een linnen doek. En dat honderden jaren voor de fotografie, dat was in de 19e eeuw, werd ontdekt. Bovendien zou hij de verkleuring van de vezels zo hebben moeten doen, dat binnen elke 200 vezels er maar 2 ververfd of verkleurd worden. En dan nog op de vezel, oppervlakkig. Als je verf gebruikt, zal het je nooit lukken. Zelfs tot vandaag is niemand in staat dit na te maken. Niet alleen dat. Als er een middeleeuwse valser zou zijn, gaat hij ook moeten de lijkwade van dezelfde bloedgroep nemen als het sudarium, de zweetdoek, in Oviedo en van het Eucharistisch wonder in Lanciano. Ten eerste is het dezelfde bloedgroep AB,
die zeldzaam is en vooral bij Joden voorkomt. En ten tweede moet het ook nog precies passen. U ziet hier hoe het sudarium van Oviedo, het zweetdoek van Oviedo, precies past op de bloedvlekken van de lijkwade. Dat zou een middeleeuwse vervalser hebben moeten kunnen bedenken. Is dit mogelijk? Is dit waarschijnlijk? De man die het zou vervalst hebben, moet ook nog in staat zijn het beeld zo te maken dat het niet tweedimensioneel is, lengte en breedte, maar driedimensioneel. Er zit diepte in. Tot vandaag is dit niet namaakbaar. Hoe zou een middeleeuwer dit hebben kunnen doen? Verder, de lijkwade bevat bloedkorsten. Bloedkorsten die ongebroken zijn. Hoe gaat een middeleeuwer, hoe gaat zelfs iemand in deze tijd, een lichaam uit een doek halen zonder de bloedkorsten te breken? Hoe gaat iemand zo'n, als hij het er niet uithaalt, hoe gaat iemand ervoor zorgen dat de lijkwade ongeschonden blijft terwijl het lichaam vergaat? De middeleeuwse vervalser, als die zou bestaan, moet ook nog in staat geweest zijn in het doek plantendelen en pollen te verbergen van planten die leven in de hele streken waar het doek doorheen gereisd is. Inclusief moet hij pollen, dingen die alleen maar onder de microscoop zichtbaar zijn, ingevoerd hebben die alleen maar in de streek van Jeruzalem voorkomen. Als het nu al bijna niet te maken is, hoe zou een middeleeuwer uit de tijd die door het koolstof 14 team werd vastgesteld, 1260 tot 1390, hoe zou die dat hebben kunnen doen? Verder. Hoe gaat een middeleeuwer dit doen? Voor de lijkwade grondig werd onderzocht met de wetenschappelijke middelen die we nu hebben, wisten we niet dat op de plek waar de ogen zijn, om de ogen dicht te houden, er blijkbaar munten zijn gebruikt uit de tijd van Pontius Pilatus, die maar korte tijd, de jaren 30 na Christus, in omloop waren. Hoe gaat een vervalser uit de middeleeuwen dit geweten hebben? Waar gaat dit die zeldzame munt gevonden hebben? Hoe gaat hij die op de zone van het oog negatief fotograferen? Enzovoort. Dit alleen om u aan te tonen dat de lijkwade wel degelijk een bron is, een middel is, om het geloof wat wij kennen, het christelijk geloof, het evangelie, het bestaan van Jezus en wat hij heeft gedaan, niet alleen waarschijnlijk te maken, maar zelfs nog nieuwe details te vinden, die niet ver afstaan van het geloof, maar tot in de kern voeren, tot Christus zelf, de kern van het christelijk geloof. Ik heb nog een ander soort vragen gekregen. Het andere soort vragen wat ik gekregen heb, ging niet over de lijkwade, maar het ging over het argument creationisme. We hebben in een vorige les gezien dat uit de natuur is af te leiden, dat er verstand achter zit. En dat dit verstand zo intelligent is dat het de menselijke mogelijkheden overstijgt. En dat soort dingen maakt een persoonlijk wezen achter de natuur, een schepper, een god, al waarschijnlijker. Ik heb, en daardoor ben ik onder kritiek gekomen, bij de vorige aflevering, bij les 4, een link laten toevoegen met een film onder de titel God of Wonders, God van Wonderen. Ik kwam een beetje onder vuur te liggen of in de kritiek, omdat deze film is gemaakt door protestantse wetenschappers die uit de creationistische hoek komen. Creationisme betekent, wij ontkennen elke evolutie in dat geval,
En wij gaan ervan uit, zoals bischop Usher, die is daarmee begonnen, een Anglikaans bischop in Ierland, in Dublin, in de 18e eeuw, die gaan uitrekenen zijn op basis van de geslachtslijst van de afstamming van Jezus, dat de wereld moet geschapen zijn in het jaar 4000 voor Christus. Wij katholieken leggen ons daar niet op vast. Niemand zegt dat die geslachtslijst volledig was. Nog los daarvan schijnt het woord creationisme in Nederland en vooral in Calvinistisch-Protestantse kringen gelaten te zijn. In het jaar 2005, ik was toen nog in Duitsland, moet er een heftige polemiek zijn gevoerd rondom deze persoon. Deze persoon is professor Cees Dekker, professor aan de Universiteit Delft. En hij kwam tot de vaststelling van wat hij noemt een intelligent design. Tegenwoordig moet men Engels spreken om internationaal bekend te zijn. Intelligent design, intelligent of verstandig ontwerp. Er zit verstand achter de natuur. Uit de complexe logica in de natuur kan men afleiden dat er een intelligente, slimme schepper achter zit, God achter zit. Of tenminste het waarschijnlijk maken. Nu schijnt er dus in 2005 een heftige controverse over geheerst te hebben. En niet alleen dat, omdat men in bijbelvaste, zo noemt men zich, Calvinistische kringen, er van een alles of niets uitgaat. Het is ofwel schepping, ofwel evolutie en niks daartussen. En dus moet de wereld in 4000 voor Christus zijn geschapen en dus moet alles er ineens geweest zijn. Dat menig jonge protestant tot afvalligheid is gekomen op basis van archeologische, antropologische bronnen. Ik ga op deze vraag, op deze tegenwerping ook, antwoorden. Mijn antwoord is 1 over de film die ik heb toegevoegd. Ik kan volgen dat het gebruik van creationistische auteurs kan afschrikken. En ik weet ook dat het einde van deze documentaire, dat daarin de auteurs het natuurkundige thema verlaten. Wat ze volgens mij niet horen te doen. Ze hadden beide natuurkunde, chemie, biologie horen te blijven. Ik begrijp waarom ze het doen, om een volledig beeld te schetsen, want de tegenwerping kan komen, er zit toch ook kapots in de natuur. En zeker, daar zal ik ook later op ingaan. Daarom hebben ze er het geloof willen en willen bijhalen. Had ik een film gehad die beter was dan deze, had ik hem genomen, maar blijft staan dat deze mensen een mooie film hebben getoond. Eén die niet wegneemt dat er wel degelijk wetenschappelijke vaststellingen zijn over de intelligentie, de schoonheid, het prachtige samenpassen van dingen in de natuur. We zullen het er ook later nog over hebben. Ik noem er nu één van bijvoorbeeld de vlucht als zwerm van vogels of van vissen, hoe die zo synchroon op elkaar kunnen afgestemd zijn. Dit is iets wat de mens bijvoorbeeld niet zo snel zal namaken. 2. Het begrip intelligent design. Ik heb me niet verdiept in de hele discussie. Maar ik kan wel zeggen dat het nuchtere feit blijft. Dat gewoon zichtbaar is dat achter de natuur natuurwetten zitten, die de natuurwetenschap, de biologie ook, kan ontdekken en in een systeem vatten en uitspreken. En wie zegt wetten, zegt intelligentie. Wie zegt intelligentie, zegt normaal ook persoon. En wie zegt persoon achter de schepping, die noemt dat in gelovige taal schepper of God. 3. Creationisme. Wij als katholieken hebben als geloofsbron eveneens, zoals de protestantse christenen, de Heilige Schrift, de Bijbel. Bij ons echter is dat niet de enige geloofsbron. Het is ook nog de traditie, want
Hoe werd de Bijbel vanaf het begin begrepen? Dan kijkt men in de tijd terug. Dan ook zijn wij als katholieken vanaf het begin mensen die weten dat de Heilige Schrift zowel letterlijke dimensies heeft, wat er dus letterlijk staat. Jezus begaf zich naar Betanië, bijvoorbeeld, en hij ging de nacht doorwaken op de Olijfberg. Al die dingen zijn letterlijk te begrijpen en te volgen. Maar er zijn ook dingen die bewust als beeld zijn gebruikt. Ik kan ook de gelijkenissen van Jezus als voorbeeld geven. Ervan uit te gaan dat alles in letterlijke en woordelijke zin bedoeld is, is niet wat de katholieke kerk vanaf het begin heeft gedaan. Niet alles. En de discussie draait vooral rond de berichten uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Genesis is het eerste boek van de Heilige Schrift. En de eerste hoofdstukken gaan over de schepping, het oergeluk, de oerzonde en de gevolgen daarvan. Wel nu, over deze eerste hoofdstukken, waarover heftige discussie is uitgebarsten, vooral sinds Charles Darwin en The Origin of Species, Darwin, oorsprong van het Darwinisme-evolutietheorie, sinds die tijd is een heftige discussie, vooral over de Genesis, uitgebarsten, maar ook die was niet helemaal nieuw. Die bestond al langer. Kerkleraars en pausen hebben zich daarover al lang uitgesproken. Ik neem daarvoor 4 voorbeelden, om u aan te tonen wat het katholiek standpunt is ten opzichte van creationisme of evolutionisme. De eerste persoon die ik citeer is de heilige Augustinus, de meest gezaghebbende kerkvader. Een man die leefde in de 4e eeuw. Ik lees voor wat hij schrijft over de Genesis en de letterlijke betekenis van de Heilige Schrift. Hij zegt: wanneer bij de uitleg van de Heilige Schrift verschillende mogelijkheden bestaan, mag niemand zich vasthouden aan een al te vereenvoudigende uitleg die voor het verstand zeker als onjuist is bewezen. Geen vereenvoudigende uitleg als het verstand weet, dit is niet wat kan kloppen. Dit is niet wat ook bedoeld is in de Heilige Schrift. Augustinus geeft ook de reden daarvoor aan dat bepaalde delen van de Heilige Schrift niet in de vorm zoals er staan te begrijpen zijn. Hij zegt: zodat de Heilige Schrift niet aan de spot van ongelovigen wordt uitgeleverd en hun, de ongelovigen, zo de weg tot het geloof wordt versperd. Dat mag je dus niet doen. Je gaat vastpinnen op een idee zoals: de wereld is 6000 jaar oud, zoals bischop Usher het deed, en protestantse creationisten het nog altijd vasthouden. 2. Ik citeer u nu uit de heilige Thomas van Aquino. Misschien na Jezus en Maria het briljantste verstand wat ooit op deze aarde heeft rondgelopen, de grootste van de kerkleraars. Deze nuchtere man schrijft over de Genesis: men mag niet vergeten dat Mozes, dat is de man die het opgetekend heeft, men mag niet vergeten dat Mozes spreekt tot een ruw volk, zich aan hun gebrek aan vorming aanpast en hun dat als stof aanbiedt wat voor hun zintuiglijke waarneming grijpbaar is. Schrijft Thomas in de prima pars van de van zijn werk Summa Theologiae, vraag 68, A3C. Sint Thomas neemt als voorbeeld Genesis 1:6, daar staat letterlijk: God schiep een firmament en scheidde de wateren onder en boven ervan. Heilige Thomas geeft als commentaar: dat zou betekenen dat zich een oneindige massa water aan de hemel zou bevinden, hemel in de betekenis van wat boven ons is. En dat is zeker verkeerd, zegt Sint Thomas, op basis van logische argumenten. Dus mag men niet beweren dat de schrift hier zo, dat betekent alleen maar in woordelijke zin, en niet anders te verstaan is. Tot daar, de heilige Thomas van Aquino. De derde die ik u noem is paus Leo XIII, die de encycliek Providentissimus Deus heeft geschreven in het jaar 1893. Paus Leo XIII schrijft over de heilige schrift en vooral over de eerste boeken van de Genesis.
Hij zegt: de heilige auteurs wilden in plaats van natuurwetenschap te bedrijven, liever de dingen in de vorm van een beeld beschrijven, of zo, zoals het de uitdrukkingswijze van die tijd meebracht. Als de auteur zou beginnen met technische begrippen, die wij nu gebruiken, waren dat in die tijd en voor dat publiek onbegrijpelijk geweest. Het geloof is iets wat voor alle tijden is, niet alleen voor de onze. Ook de mensen in de generaties voor ons hebben het recht om een idee te kunnen hebben van wat er aan de hand is. Daarom die taal. De vierde persoon die ik u citeer is de heilige Paus Pius X. En wel eigenlijk specifiek niet hemzelf, maar door hem opgerichte Bijbelcommissie. Die zich ook heeft gebogen over verschillende controversen over de uitleg van de Heilige Schrift. De heftigste controverse die gaat altijd, of bijna altijd, rond de eerste hoofdstukken van de Genesis. In het jaar 1909 publiceert de Bijbelcommissie, op gezag van de paus, Paus Pius X, een volgend oordeel over de eerste hoofdstukken van de Genesis. 1. Mag men deze beschouwen als sage, of als ontnomen uit heidense mythen, of als gedeeltelijk historisch en gedeeltelijk fantasie? Antwoord: nee. Niet kan in twijfel getrokken worden, bijvoorbeeld, dat God de wereld heeft geschapen sinds het begin van de tijd, en dat hij de mens direct heeft geschapen. De Bijbelcommissie vertelt nog veel meer dingen over wat men uit de Genesis met zekerheid dient vast te houden, maar daar gaan we later op in. Er komt echter nog in datzelfde antwoord van de Bijbelcommissie van Paus Pius X in 1909 nog antwoord op andere vragen die over de Genesis gaan. Zoals: zijn alle uitdrukkingswijzen noodzakelijk woordelijk te vatten? Antwoord: nee. Bijvoorbeeld niet diegene die duidelijk spreekwoordelijk zijn gebruikt, of andere die duidelijk antropomorf zijn gebruikt. Dat woord antropomorf, dat komt uit het Grieks, zal ik u even uitleggen. Dat betekent: men schrijft in de manier van uitdrukken God eigenschappen toe die hij als zuivere geest niet heeft, maar die eerder met ons mensen overeenstemmen, om het ons begrijpelijker te maken. Bijvoorbeeld het boetseren van Adam, of het zogezegde hebben van handen, ogen, oor van God. Of God herinnerde zich aan de mens, zoals een deel over Noach staat in Genesis 8. Of God had spijt dat hij de mens geschapen had, in hetzelfde hoofdstuk. Dat is allemaal niet letterlijk te nemen, maar het is om een indruk te geven van hoe wij mensen dit kunnen begrijpen wat aan goddelijke kant zich afspeelt. Het is geen letterlijk boetseren, het is door zijn wil scheppen. God heeft daarvoor geen handen nodig, heeft geen oog nodig om ons waar te nemen, geen oor. Hij hoeft zich ons niet te herinneren, maar hij kan een tijd van voelbare genade schenken en een tijd van minder. En als dan weer de voelbare komt, lijkt het alsof hij zich herinnert. Nee, het is een uitdrukkingswijze om te zeggen van nu maakt hij zijn genade weer voelbaar. Tot zover mijn antwoord op het creationisme aan de protestantse kant, maar ik weet ook dat aan de katholieke kant er ook creationisten zijn. Waarschijnlijk naar het voorbeeld van de protestantse creationisten. Ik heb er onlangs nog een video van gezien van een man die zegt van: oké, ik ga alleen van de woordelijke betekenis uit. En hij houdt die katholieken die niet de woordelijke betekenis alleen volgen voor zulken die het geloof verloren hebben. Ik zeg daarop: mensen die zo argumenteren doen meer kwaad dan goed. Als er een discussie komt met dit soort mensen, dan heb ik ze graag eerlijk. Maar ik zie in een bepaalde video verschijnen dat wie katholiek is en zegt wat ik net citeerde uit die kerkvaders, kerkleraars en pausen, dat wanneer men zoiets zegt, men eigenlijk in dezelfde hoek landt als Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, jezuïet uit de jaren 1960, die in zijn theorieën
laat ons zeggen, een dromer was. Die probeerde het evolutionisme, het Darwinisme, te dopen in alle onderdelen. Ik vat samen wat betreft creationisme en Darwinisme. Wij katholieken zijn geen katholieke christenen, zijn geen van beiden. De natuur is Gods werk, zij is Gods schepping, direct of indirect. Uit het niets schept God bij het begin van de tijden en bij het scheppen van de menselijke ziel, het ik wat in ons lichaam zit. Voor het lichaam gaat hij sinds lange tijd al voorhanden voorbereide materie gebruiken die hij ook gemaakt heeft, maar hij neemt daarvoor stof die al bestaat. In ons geval, ook in geval van de dieren en planten, neemt hij DNA-materiaal uit de ouders voor het scheppen van het lichaam van het kind. Geloven wij in de woordelijke zin van Genesis? Antwoord: elk woord heeft zijn betekenis en zijn waarde in het geloof, maar niet alles is in de letterlijke betekenis te begrijpen. Elk woord is een deel van de openbaring en heeft zijn diepte, soms in letterlijke zin, soms in letterlijke en figuurlijke, soms alleen een figuurlijke. Neem het voorbeeld van de schepping van de eerste vrouw uit de eerste man, Eva uit Adam. Er staat in de Heilige Schrift dat Eva werd geschapen uit de rib van de eerste man, een rib. Is dit mogelijk? Antwoord: ja. Moeten we het letterlijk opnemen? Dat is nog niet zeker. In ieder geval zit achter deze openbaring een diepere betekenis. De vrouw geschapen uit de zonen van de man die mijn rib heet. De heilige Thomas van Aquino zegt daarop: dit is niet toevallig. De vrouw wordt gemaakt, schrijft de Genesis, uit de rib van een man. Dat is de plek die dicht bij het hart ligt. De vrouw moet bij haar man, bij de man moet de vrouw hem nauw aan het hart liggen. Hij moet ze beminnen. Van harte, daarom uit de streek van het hart, de rib. Tegelijk bevindt de rib zich onder zijn sterke, beschermende arm. Dat is een teken daarvoor dat de man geroepen is om de vrouw te beschermen. Evolutie. Wie over evolutie spreekt, die zegt dat er al iets bestaat wat evolueert, wat zich ontwikkelt. En waar komt dat weer vandaan? Dat is de eerste vraag die ik daarbij stel. Dat het ene wezen uit het andere kan geschapen zijn, dat is logisch. We zien rassen ontstaan uit bepaalde soorten. Bij honden is het zeer duidelijk. Vergelijk een Pekinees met een Sint-Bernard. Waarschijnlijk hebben ze dezelfde oorsprong en toch zo verschillend. Zoiets bestaat, zeker. Door toeval? Zeker niet. Er zit verstand achter. Of de mens gaat fokken, maar in vele gevallen heeft de mens daar geen directe invloed op gehad. En toch zijn nuttige dingen ontstaan, mooie dingen ontstaan. Dit kan niet allemaal mooi zo samenpassen door puur toeval, door trial and error, door survival of the fittest alleen. Er zit meer achter. Zoveel dingen moeten tegelijk kloppen om een bepaald wezen te laten ontstaan. Dat we moeten besluiten op een machtig, en een wijs persoon, of tenminste een verstand, achter de natuur. Ik zeg wijs en machtig en noem daarbij eigenschappen. Eigenschappen van de goede God die we kunnen ontdekken. Er zijn echter nog veel meer eigenschappen te ontdekken, of eigenschappen die hij zelf heeft geopenbaard. Daarover willen we het in een volgende les hebben. Ik wens u van harte God zegen en tot ziens. It's the Lord's vision.